Pippi, je bent hier nu. Maar had je niet eigenlijk liever echt meegewild met de baasjes op vakantie? Of is het wel prima? Het is de zomer van 2019 en dat betekent dat heel veel mensen op vakantie gaan, maar niet iedereen, want dit zijn de thuisblijvers. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Dierenhotel Markvelde in Diepenheim. En terwijl hun baasjes lekker liggen te bakken aan de Spaanse costa's of op de Zuid-Franse camping, moeten deze honden gewoon in Nederland blijven. Ik heb er wel een slapeloze nacht van gehad. Dit is de eerste keer. Ik vond het heel spannend. Heb je wel eens teleurgestelde honden binnen die denken, ik mag weer niet mee op vakantie? Nee, eigenlijk niet. En honden met heimwee? Ja, eigenlijk gebeurt dat pas even op het moment dat ze naar binnen gaan. Nou, meestal voordat het baasje hier de oprit afrijdt, dan hebben ze al lang geplast en dan is het al helemaal goed. Ja, Monique, dat zeg je nou wel zo mooi. Maar hoe denken die honden er eigenlijk zelf over? Tijd voor een diepte-interview met de langharige briehard Milo. Milo, het is moeilijk werken nu op deze manier. Oké, tot zover Milo de diva. Ruim maand dan maar voor Pippi. Pippi? Hey Pippi, Pippi, we zitten er helemaal klaar voor. Je bent op vakantie. Wat wordt het voor vakantie? Wordt het een doe-vakantie? Wordt het een relax-vakantie? Als je hier dan bent, hè, ga je dan een beetje indruk maken? Is het een meisje of een jongetje? Ga je dan een beetje indruk maken op de jongens of laat je het gewoon lekker gebeuren? Ja, sorry hoor, Nathalie, maar dat is gewoon geen normale interviewvraag aan een vrouwtje. Kom op, doe eens even echt je best. Pippi, ben je toe aan vakantie? Ben je toe aan vakantie? Oh, dus... die hond heeft groot gelijk. Ik zou ook weglopen. Ja, maar dit is handig. Goed zo, brave hond. Wat is nog een leuke vraag aan een hond? Pippi, je bent hier nu. Maar had je niet eigenlijk liever echt meegewild met de baasjes op vakantie? Of is het wel prima? Nou, Nathalie, als zelfs de brokjes niet meer helpen, dan wordt het misschien tijd om je interviewtechnieken toch maar weer eens op een mens los te laten. Wat kunnen honden hier allemaal doen? Briljant! Nou, we hebben 11 grote speelvelden. Dus de meeste honden gaan gewoon lekker op de groep met andere hondjes lekker spelen. Voor de hele luxe honden die mogen ook komen zwemmen. Zeg dat dan direct! Al begin ik nu wel serieus af te vragen of het toch niet een beetje aan Pippi ligt. Ja, Pippi. Wat vond je ervan? Ik zie niet dat hier trouwens ook hondendrollen liggen, dus... Ja, ik was er ook al bang voor. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Download onze gratis app.